Goedemorgen, het is vandaag donderdag en welkom bij een nieuwe vlog. Even lekker aan het ruimen. Ik heb net beneden al gedweld. Nog even een serie gekeken en ik ga nu even wat wasjes wegdraaien en even in de kasten hangen. Mama komt straks even langs en laat ik vandaag beginnen aan de start van mijn antidepressieven. Ik kom er een beetje dubbel over, omdat ik aan de ene kant er heel erg aan toe ben en aan de andere kant, ja, het ook nog wel even duurt voordat de vervelende gevoelens verdwijnen. Dus dan moeten we geduld hebben, dus niet één pilletje, het is klaar, helaas. Hallo allemaal, ik heb vandaag even bijna niks gevlogd, maar ik heb nu wel even boodschappen gedaan. Ik heb het wel wat later gedaan, dus het is al bijna donker. Dus ik ga dat even zo snel mogelijk doen, zodat het nog goed zichtbaar is. Even kijken of dat nog zichtbaar is. Het is wel een beetje al aan de donkere kant. Nou, zien jullie het een keer vanaf de andere kant. De plant staat even daar, want die moest er even kwijt. Ik ga gewoon even de boodschappen laten zien, want dan moet ik daarna wel even aan het kokkerellen gaan beginnen. Dus we gaan beginnen. Ik heb cherry tomaatjes. Een brood. Dat is wel een nadeel aan laat boodschappen doen. Dan is bijna al het brood weg. Ik heb even een wit brood, want daar had ik zin in. Ik heb gerookt kip. Van die schnitzels. En dan dit is een kaarsjesstel, dus dat is net een beetje gekruid. Pasta. Pasta saus. Filet mignon. Robijn. Daar heb ik er nog 3 van. Dat was 2 plus 3 gratis, dus dat is een goede aanbieding. Kattenbrokken. Dat was ook een aanbieding, maar die hadden geen kitten variant. Dus dan waren de kitten los. En voor whisky. En dan 2 rossen. Toetjes voor Lia. Geraspte kaas. Bananen. Fris die suikervrij. IJsbergsla. 2 salade. Pink Lee. En weer zo'n grote doos eieren. Ik weet niet, volgens mij scheelt het een beetje per foam hoor, maar hier in Lelystad is het altijd 20 stuks eieren. Volgens mij 3,49 of 2,49 bij de foam hoor. Dat is echt zo'n dag aanbieding. Dan heb ik nog een Cherry Cola Pepsi Max Cherry. Dat is echt de lekkerste. Ik zou echt aandelen moeten krijgen, want ik heb heel veel mensen voor elkaar gekregen dat ze deze gaan drinken. Want deze is echt veel lekkerder dan de Coca-Cola variant. 4 flessen van, dat was 2 plus 2 gratis. Weer meer chocola. Een courgette en een komkommer. Dit is zo'n borrelbrood. Maar ik denk dat kan ook mooi bij een soepje. Het zag er wel heel lekker uit met die kaas er zo op. De smikkeltoetjes, de normale toetjes. Magere melk. Jullie staan dus op een tray 6 pakken volle melk. Quinoa. Appelstroop. Mandarijnen, een paprika, 2 pakken van die suikervrije taxi, een ui, dus uienpoeder en knoflookpoeder. En dan nog 2 pakken kaas. En dan zijn we er weer. Het is niet zo heel veel boodschappen, omdat onze vriezer heel erg vol aan het raken is. Dus dat gaan we er ook weer even in doen. Ik zal even het minuutje neerzetten. Dus ja, het is allemaal wat simpeler. Het komt natuurlijk ook omdat we echt proberen om Lia goed met de pot mee te laten eten. Dus dan moeten we even iets minder dieet-wise menu maken. Zodat zij gewoon mee kan eten en dat het een beetje wat simpeler is. Maar ja, er zitten ook gewoon dingen in wat we vaak eten. Omdat ja, dat moet ze dan ook maar leren eten natuurlijk. Ik ga dit even allemaal inruimen. En dan serietje kijken. En dan ga ik het eten klaarmaken. En dan gaat Tim zo de kindjes halen. En dan gaan we lekker eten. En ja, dan film ik zo nog wel eventjes wat. Misschien dat ik morgen even meepak. Zodat het net even wat meer is. Ik ben vandaag begonnen met de opbouw van mijn medicatie. Dus daar heb ik wel even een beetje
last van. In de zin van dat ik daar wat onrustig van word. Maar goed, ik moet even door die opbouwperiode heen. En dan gaan we ervan uit dat het daarna gewoon weer goed gaat. Dus het is even doorbijten. Maar dit is echt de eerste dag. Dus het is niet de leukste dag. Gewoon vanavond op tijd naar bed. Dus ik denk normaal gesproken, het is nu natuurlijk donderdag, komt er op vrijdag een vlog online. Ik ga vanavond even kijken, want ik zag dat ik heel weinig beeld had. Dat ik niet veel gefilmd had. Normaal als ik ga editen, dan zit ik op 37 tot 40 minuten. En dan edit ik hem naar tussen de 25 en 27 minuten. Maar nu had ik al bij het inladen maar 23 minuten. En dat had ik dus nog niet eens geëdit. Dus ik denk niet dat er heel veel overblijft. Dus ik kijk even wat er overblijft. Want er zitten wel hele leuke beelden in met de kinderen. Maar als het te weinig is, dan laat ik hem even voor deze week schieten. En dan is dit gewoon weer de eerste die jullie zien. En dat is dan eventjes niet anders. Zoals ik al zei, ik ga door de opbouw heen en daar moet ik gewoon eventjes doorheen. En dat is even pittig. Dus ja, please forgive me. En dan zien jullie mij straks gewoon nog eventjes. Ik ga straks nog even het avondeten laten zien. Eentje met salami en eentje met parma ham. Dan doe ik hier straks rucola en truffel mayonaise op. En dan gaan we proberen of de kinderen hier van wat willen eten. Want nou lijkt het toch gewoon pizza. Het is wel bloemkoolbodem, maar dat hoeven we niet te weten. Dus ik ben benieuwd of dit gegeten gaat worden, maar we shall see. Ik zal een beetje oregano erop doen en dan is hij wel weer klaar. Nou, ziet er toch helemaal lekker uit. Lekker? Ja. Lekker, Lia? Goed, schrijfjes. Lia die neemt het er lekker van en die slaapt lekker uit. Dus ik ben al lekker een paar uurtjes beneden met de jongste. Dus dat is wel even lekker, want dan kan je wat meer tijd eventjes gewoon aan eentje besteden. Ja. Ja. Ik zou even een korte update geven hoe het gaat. Ik vind het opbouwen niet leuk en niet gezellig. Ik merk dat het... ik neem hem 's ochtends in. Sommige mensen nemen hem 's avonds in omdat ze dan denken met die slaap. Maar ik kom dan heel moeilijk in slaap. Dus ik neem hem 's ochtends. Waardoor ik in de middag toch wel echt heel erg vererging van de klachten heb. In de zin van veel paniek in mijn lijf, veel paniek aanvallen, onrust... Dus, maar dat hoort er allemaal een beetje bij. Dus ik ben gisteren lekker gaan lunchen met Rebecca. Dus daar heb ik gewoon lekker even afleiding gehad. Toen is mijn zus gekomen. Nou, van Rebecca kreeg ik een heel mooi bosje bloemen. Het is niet de goede fase, maar goed, ik had even niks anders. En een hele lieve kaart van mijn zus. Dus dat doet me dan echt heel goed. En dan komen de kindjes thuis. Dan heb je die weer even lekker om je heen. Kun je daar lekker mee kroelen. Maar ja, ik heb het wel eventjes zwaar, maar dat hoort bij de opbouw. Ik zit op dag 2. Dus so far, still good. Het kan natuurlijk altijd erger, dus het valt nog mee. Maar ja, het is vervelend met antidepressiva dat het gewoon lang duurt voordat je op de opbouw bent. Ik weet wel van mezelf dat meestal de verergering van de klachten niet echt langer dan een week duurt. Maar voordat de antidepressiva gaat werken, dat kan echt wel misschien wel 6 weken duren voordat het echt goed aanslaat. Maar dat verschilt, dus daar moeten we gewoon eventjes geduld mee hebben. En voor de rest gaan we gewoon lekker verder. Ik heb hypnose wel voor nu even stopgezet, omdat het te veel is. Met de healing ga ik nog wel even verder. Daar heb ik een heel goed gevoel bij. En ik ben gewoon weer doorverwezen naar gespecialiseerde GGZ. Ik weet niet precies nog wat het verschil daarvan is, maar dan ga ik daar ook weer gesprekken voeren. En anders heb ik dus en gesprekken bij hypnose en bij GGZ. En dan kan ik het beter eventjes bij één ding houden. Dat is wel iets wat ik de afgelopen jaar geleerd heb. Ik hoor mijn oudste wakker worden, dus ik ga even lekker uit bed halen. Oké, ik had wat vertraging in het pakketje. Maar mama heeft nieuwe jassen voor jullie. Oh. Leuk hè? Even kijken. Die is voor jou. Dezelfde met papa. Ja, dezelfde als met papa. En kijk eens wie dan ook dezelfde heeft. En Noah. En mama. Ja, mama moet er nog even eentje kopen voor zichzelf. Nou, zijn we straks alle drie, hebben we dezelfde jas. En
En dan zit er nog wat in. Dat is deze voor Noah. Deze zijn voor jou. Of als nieuwe regelaars, een grotere. Voor de regen. Voor de regen, ja. Ik heb ook de andere laarzen hoor. Ja, weet ik. Maar deze zijn al een maatje groter. Dat voor Lia. Deze is voor Noah. Ik zou die doven maken. En deze is voor... Ik kan het toch niet openmaken? Ik ga je helpen, schatje. Oh. Voor Lia. Leuke laarzen. Niet op mijn tekst. Waar gezonde is lempa. Oh, we gaan wel veel doen met jou. Laat eens zien, Noah. Deze. Mag ik zo'n lempa? Oh, nee. Blijf nog even binnen, Noah. Oké, ik noem zo ook even blij. We gaan zo even met papa overleggen wat we gaan doen. Ik weet het nog niet, schat. Mama gaat eerst even naar het toilet. Vandaag in Koken met Tim. Een jonge dame, je bent net iets... Oké. Lia, ja. Doe jij de zout er maar op. Heb je de zout al gedaan? Ja. Oké. En een beetje peper. Ja. Doe maar een beetje peper erop. Hier? Ja, dank u wel. Vandaag gaan we een lekker eitje bakken. Ja. Nou, en draaien. Ja, nog meer. Ja, kijk eens. Hoppatee. Hem op. Moet dit op worden? Ja, zo is goed. Ja. Daar nog een beetje? Ja, daar nog een beetje. Zo, helemaal klaar. Mooi gedaan. Goed gedaan. Heb je armen? Oh, strik je armen. Helemaal klaar. Oh. Helemaal klaar. Ga je lekker een kopje koffie maken voor papa? Ja. Ja. En zet maar aan. Ja. Oh. Hij is dan klaar. Nee, moet nog een keertje. Nog een keertje. Ja, en los. Oh. Nou. Oké, ik ben weer eens wees sporten. Mijn personal training abonnement zit erop. En ik... En ze ging sowieso op vakantie hoor, dus anders had ik nu ook geen personal training. Maar de opbouw valt me net zo zwaar als het afbouwen. En ik kon gewoon de energie er niet voor vinden om naar de sportschool toe te gaan. Daarbij is, ja, ik word best wel een beetje warrig en duf van de antidepressieve opbouw. Dus... Ja, ik moest gewoon eventjes een beetje rustig aan doen. Ik vond het wel weer even lekker. Maar mijn hoofd gaat alle kanten op. Ik werd al knettergestoord van mezelf, maar ik word nu ook helemaal knettergestoord van mezelf. Ik zit heel de tijd van, het is nu weekend, dus ik wil wat leuks doen met de kinderen. Ik ga straks wat leuks doen met de kinderen. Maar aan de andere kant denk je, ja, straks om 11 uur neem ik weer die antidepressief eigenlijk nu. Maar ik moet nog naar huis rijden. Neem die antidepressief in en een uur later word ik een beetje stoned en een beetje en dan gaan mijn klachten erger worden. En dan zit je net met je kinderen, maar Tim is er natuurlijk bij. Dus toen dacht ik, nou weet je, anders dan laat ik Tim alleen met de kinderen gaan. Nee, maar ik wil niet zonder de kinderen, want ik wil de kinderen niet missen. Ik wil ook leuke dingen doen en ik wil niet dat ze alles zonder mij doen. Dan denk ik weer van, ik ga naar mijn ouders en ik ga gewoon even bij mijn ouders slapen. En dan dacht ik weer, dan heb ik 's ochtends even rust. En dan denk ik weer, nee, want ik wil ook 's ochtends gewoon lekker met de kindjes zijn. Dat ik beneden kom en dat ik die blije gezichtjes zie. Ik wil sporten, ik wil wandelen, ik wil dit niet, ik wil dat wel. Ik heb honger, maar ik heb geen zin om te eten. Nou. Ik wil stoppen met de medicatie. Ik wil toch door met de medicatie. Dat dus. Nou, ik ga snel naar huis rijden, naar de kindjes toe. Want nu ligt Noah op bed en baal ik dan ook alweer van. Dan kan nu Noah pas weer zien aan de dutje. Ik ben alles aan het overdenken. Ik word nu helemaal gestoord. En ik weet dat ik ergens doorheen moet, maar ik heb helemaal geen zin om daar doorheen te gaan. Ik wil me gewoon goed voelen. En ik denk, het lukte me 2 weken geleden toch? En ook zo'n scheidmedicatie. Ik weet dat het uiteindelijk me gaat helpen, maar die opbouw is gewoon niet gezellig. Noah!
Noah. Kijk eens hoe mooi. Ja, moet even wachten. Mag ik ook een beetje? Lia. Vind je het leuk? Kan mama helpen? Nee! Je mag hier geen schoenen aan, schat. Spinnekop. Zaterdag naar de wolf, ga ik het idee, hè? Mijn hond, ik probeer nu Tim te zoeken, want die heeft de knuffel van Noah. Nou, donder. Ah, we zien ze, we zien ze. Oh shit, zijn we net aan de kant. Tim! Oh. Heb jij de speen en knuffel nog? Ja. Ja, papa komt, schatje. Dankjewel. Oké, papa groen. Jij rood? En? Grote stappen. Schat, schat. Noah denkt altijd al dat ze iets groter is dan dat ze daadwerkelijk is. Ik ben nou lekker aan het roken. Het is avondeten. Wil je een dinosaurus maken? Papa. Dat is ook de good life. Deze een beetje hard. Oh, dat is een beetje hard. Freek wordt uitgebuit door mijn oudste dochter. Deze. Oh, die is... Kun je die wat verder gooien dan? Kom maar. Oh. Wow, goed voor jou. Ga je samen voetballen? Oh, chips. Nou, wat voetballen zijn we aan het doen? Moet ik meedoen? Oh, jippie. Jee. Hallo lieve mensen, ik heb beloofd niet echt excuses aan te bieden, maar ik ga het toch even doen. Iemand heeft aan mijn camera gezeten, er staat iets anders. Oh, ik sta op een andere stand. Nou, sorry, het beeld anders is, hij staat even op een andere stand. Ik zit hem straks weer op mijn goede stand. Ik heb gisteravond voor besloten om even naar mijn ouders toe te gaan om daar een nachtje te slapen. Gewoon even alleen. Zodat ik even een goede nacht helemaal door kon halen. En even 's ochtends gewoon rustig wakker kon worden. En even rustig kon opstarten. Want opbouwen is gewoon een beetje zwaar. Ik heb wel wat rustgevende medicatie gekregen. Maar daar word je wel, zeg maar, heel rustig van. Dus ja, ik heb gelukkig natuurlijk allemaal support om me heen. Maar ik merkte dat ik even rust nodig had. En als de kindjes er zijn, dan ben je toch... alert, maakt niet uit of ze heel de nacht doorslapen, want die van ons slapen 9 van 10 keer heel de nacht door, dus wij zijn daar echt gezegend mee. Maar je slaapt anders, je slaapt toch minder diep, omdat je weet dat ze er zijn. Dus even lekker bij mijn ouders geslapen, alleen ik was mijn camera thuis vergeten. Toen zei mijn man ook van, misschien maar even goed ook, dan pak je even echt je rust. Dus dat heb ik gedaan en Freek, een beste vriend van Tim, sliep hier ook. Dus Tim had vanochtend ook gewoon een beetje hulp. Niet dat hij dat nodig heeft, maar dat is toch altijd wel fijn, zeg maar. Dus dat heeft me eventjes goed gedaan. Ik heb toevallig net weer ingenomen. Ja, het is voor mij voornamelijk... je start natuurlijk aan antidepressiva niet als je niet al slecht voelt, zeg maar. En dan ga je antidepressiva slikken om je beter te gaan voelen. En dan ga je dus eerst nog slechter voelen dan dat je al voelde, want je klachten gaan verergen. Heeft overigens niet iedereen last van, maar ik weet van mijn andere twee keren dat ik daar heel erg last van heb. Nou heb ik een fantastisch support systeem die er gewoon voor me is en die me ondersteunt. En dus ik kom er hartstikke goed doorheen. Dus. Maar het is wel even pittig. Ik moet wel weer eventjes weer terug in mijn eigen flow komen, even uit dat zelfmedelijden. Maar nu mag dat wel eventjes. Het is nu gewoon even heftig. En als het straks even over de eerste drempel. Dan kan het nog wel 4 tot 5 weken volgens mij. Misschien wel langer duren voordat het echt gaat werken, zeg maar. Maar zo lang duurt het niet om op te bouwen, zeg maar. Het is niet dat ik zo lang last heb. Dus als ik eenmaal door die opbouwperiode, dan moet ik wel gewoon weer even het positieve denken oppakken. En weer even terug naar waar ik daarvoor mee bezig was. Om weer even... mezelf te stabiliseren, want
ja, het gaat nog een beetje alle kanten op. En vooral nu, als ik het in heb genomen, dan meestal een uurtje later, dan word ik heel onrustig. Dus ja, daar heb ik het, ik heb het er nog een beetje moeilijk mee. Dus ik pak nu wat minder snel de camera, maar ik wil wel af en toe even updates geven. Maar het is misschien wat minder, ja, dan is het voornamelijk dit, dat ik aan het praten ben. We zijn natuurlijk gisteren naar Beloren geweest, want ik wilde wel leuke dingen doen met de kinderen. Want thuis zitten zit je al helemaal zo in je hoofd. En als je dan lekker in Beloren ziet dat je kinderen lol hebben, dan dat doet heel veel goed. Vandaag komt de vader van Tim even langs. Die was jarig deze week, dus kunnen we even cadeautjes geven. Ik heb ook hele lieve vrienden en familie, dus ik weet je, als je een supportsysteem hebt en het is eventjes met de opbouw zwaar, vraag gewoon om die hulp. En ja, ik heb het altijd als zwakte gezien en al helemaal de medicatie opbouwen en dat ik me dan nu zo voelde, wil ik eigenlijk dan denken, nee, kom op, ik moet gewoon door. Maar ik mag nu wel eventjes mijn zwakte even laten tonen en even hulp vragen, zodat ik straks gewoon als een, weet ik veel wat, weer opsta. En ik wil jullie bedanken, want mijn vorige vlog en jullie reacties zijn zo ontzettend lief en zo ontzettend behulpzaam en zo, ja, echt. Ik heb er soms gewoon even geen woorden voor, dus dan duurt het soms een beetje voordat ik antwoord geef, omdat ik dan even niet weet dat ik moet antwoorden, omdat, ja, jullie kennen me natuurlijk al even beeld. Ik ken jullie natuurlijk dan weer ook niet en dan krijg ik toch, jullie zien zo dingen op een mooie manier en dat waardeer ik gewoon echt heel erg. Dus dikke kus voor jullie en jullie zien mij straks weer. We samen naar de supermarkt lopen, hè? Koffie halen. Hé, hey, Sophie. Hé, hey, is er daar een poes? Waar? Daar. Zo, dat zie jij goed. Heb je zulke goede ogen, heb jij? Ik zag een auto. Oh. Ik was er achter een auto. Oh jeetje. Nou. Waar is de poes nou? We gaan zoeken naar de poes. Goed zo. Zigeunerschnitzel, je komt aardappelpuree. Het wordt weer met liefde ontvangen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ik heb net nog even gehad met mijn zus, want ik had een gigantische paniekaanval. Dus ja, dat was niet gezellig. Dus zegt, ik kom je nu halen. We gaan nu wandelen. Dus dat hebben we net gedaan. Ik ga nu deze vlog afsluiten. Ik ga hem in de edit gooien. Ik ga even kijken hoeveel er van overblijft. En anders kijken of ik morgen nog voor wat extra iets film. Kijken we eventjes wat het wordt. Maar ik had jullie al gezegd van misschien wordt het even de aankomende weken wat minder. Maar het is voor het goede doel dat we daarna weer betere beelden gaan krijgen. Dus blijf hangen. Ga nog niet weg. Het wordt echt gezelliger. Ik beloof het. Bedankt voor het kijken. Vergeet een duimpje niet omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal.